Ken je hem? Pavel Durov. Of misschien ken je hem wel van zijn app. Telegram. Ooit begonnen als veilige haven voor activisten die gebukt gaan onder autoritaire regimes. Maar de laatste tijd staat de app er niet zo heel goed op. Telegram. Chat-app Telegram. Telegram. Telegram is een issue. Er zijn nieuwe banga-lijsten ontdekt. Deze keer op de berichtendienst Telegram. En eind augustus dit. De Russische techmiljardair Pavel Durov werd zaterdag opgepakt in Frankrijk. Hij zit vast omdat hij verdacht wordt van 12 strafbare feiten. En de Russen worden door die arrestatie ineens heel zenuwachtig vanwege de mogelijke gevolgen voor hun oorlog in Oekraïne. And they're particularly worried about this Durov guy. And that just raises red flags everywhere as far as I'm concerned. Genoeg om te ontvouwen dus. Dit is Telegram uitgelegd. De man achter Telegram is dus de Rus Pavel Durov, geboren in 1984 in toen nog de Sovjet-Unie. In 2006, op zijn 22e al, ontwikkelt hij het social media platform VKontakte. Dat is eigenlijk de Russische tegenhanger van Facebook. Groot succes, want binnen no time heeft het meer dan 100 miljoen gebruikers. Waaronder activisten. Maar... When the Russian opposition started to use VK to organize large protests in Russia, we were requested to ban these communities on VK by the government. And I refused. Eén keer raden wie daar nou niet zo blij mee is. VKontakte komt gedwongen in handen van Poetins vertrouwelingen. En Durov wordt weggestuurd. Maar hij zit niet stil. Hij wil een nieuwe app bouwen die helemaal veilig is en waar de autoriteiten niet mee kunnen gluren. Back then when I was living in Russia, I had a friend. And she told me that she was presented with a printout of her WhatsApp messages in the police department. So they basically intercepted and decrypted her messages. And she told me they tried to use it to blackmail her. En dus lanceert hij in 2013 Telegram. Dat is een chat-app die eigenlijk behoorlijk op WhatsApp lijkt, maar met één verschil. In Telegram kun je groepen aanmaken tot wel 200.000 deelnemers. Dat is zo'n 4 keer een volle kuip. Telegram zit zeg maar tussen WhatsApp en Facebook in. Met zowel 1-op-1 communicatie als grote groepen waarin je openbaar berichten kunt plaatsen. En nu hoor ik je denken, Telegram, dat is toch een superveilige app met hele sterke versleuteling zodat niemand kan meelezen? Nou, dat klopt niet helemaal. Telegram berichten worden standaard niet versleuteld. In tegenstelling tot WhatsApp of Signal. Het grote verschil is dat Telegram niets met de autoriteiten deelt, zelfs niet als zij daarom vragen. Dat doen andere platformen dan weer wel. Kom ik zo op. Eerst even terug naar 10 jaar geleden. Durov gaat weg uit Rusland, want de autoriteiten daar zijn niet blij met Telegram. Dat gebruikt wordt om onder de radar protesten te organiseren. Net als in bijvoorbeeld Iran, Belarus of Hongkong. Mensen zien Durov daarom als een held. Als Rusland in 2018 de app dreigt te verbieden, protesteren Russen met papieren vliegtuigjes. Het logo van Telegram. We haven't disclosed a single byte of data to third parties, including governments. And it was not easy. Inmiddels is Telegram met bijna 1 miljard gebruikers één van de grote spelers op social. En ook steeds meer andere groepen ontdekken de app. Does it concern you that ISIS is using Telegram? Privacy, ultimately, and our right for privacy is more important than our fear of bad things happening. Telegram wordt steeds meer een plek voor criminele activiteiten. Dat heeft dus niets met versleuteling te maken, maar met iets anders. Moderatie. Of eigenlijk het gebrek eraan. Andere grote platformen hebben enorme afdelingen waar soms duizenden mensen heftige berichten verwijderen. Zoals hier bij Meta. Snapchat bijvoorbeeld verwijdert ongeveer 1 miljoen accounts per maand. Ignore. Delete. Delete. I've seen hundreds of bad things. Maar Telegram dus nauwelijks. Telegram staat voor minimale moderatie. Ze willen zo min mogelijk ingrijpen, verwijderen zo min mogelijk berichten, blokkeren zo min mogelijk kanalen. Bij het hele bedrijf werken in totaal ongeveer 60 mensen op Hoeveel gebruikers ook alweer? Oh ja, bijna 1 miljard. Telegram is niet verantwoordelijk voor alles wat er gepost wordt. Ze lezen ook niet alles, dat kan ook helemaal niet met miljarden berichten per dag. Maar, zeggen deskundigen, de platforms moeten wel optreden als autoriteiten verboden praktijken melden. En ook dat doet Telegram niet of nauwelijks, zeggen critici. Van een partij die zo'n programma in de markt zet of zo'n applicatie in de markt zet, hoop je dat ze ook zelfreinigend vermogen hebben. En dat ze zelf ook kijken naar de inhoud van de teksten die in die groepen rondgaan. En dat gebeurt niet. De New York Times analyseerde ruim 3 miljoen Telegram-berichten verspreid over 16.000 groepen. En concludeert: Telegram is een wereldwijd riool voor criminelen, desinformatie, kinderporno, terrorisme en racistische ophitsing. En wat dacht je van de handel in drugs? Daar zijn we zelf al eens uitgebreid ingedoken. In deze video vertellen we je over de massale drugshandel die recht onder je neus in het openbaar plaatsvindt. Als jij pornogram met je cocaïne zoekt, dan kan dat gewoon via Telegram. Het linkje naar die video vind je in de beschrijving, net als die analyse van de New York Times trouwens. Dus ja, de app is een nuttige tool voor onderdrukte, maar er gebeurt ook genoeg crimineels. En dan eind augustus. The Russian founder of the Telegram messaging app, Pavel Durov, has been arrested at a French airport. Durov, die ook de Franse nationaliteit heeft, wordt opgepakt en kort vastgehouden. Telegram is volgens de Franse autoriteiten een etalage waar criminelen en terroristen vrijelijk hun zegje kunnen doen en waar kinderporno en drugs te vinden zijn. En Durov doet te weinig om die misstanden aan te pakken, vinden ze in Parijs. Ook in Zuid-Korea staat Telegram er niet goed op. Daar dealen ze met een heuse deepfake porno-epidemie van onder andere K-pop-artiesten. Valt daar dan niets tegen te doen? Jawel. Kijk maar naar Brazilië. Dat land verbood Telegram al meerdere keren. Google en Apple moesten toen de app uit hun appstores verwijderen. Deed Brazilië trouwens ook met X van Elon Musk. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? En nu heeft Frankrijk met de arrestatie en vervolging van de CEO van Telegram dus een primeur te pakken. Dat is nog een stap verder dan blokkeren dus. De Franse justitie verdenkt hem van onder meer medeplichtigheid aan criminaliteit en illegale transacties op het platform. En ook van het weigeren om op verzoek van de autoriteiten informatie te verstrekken. En laat dat laatste nou net Durov's unique selling point zijn. Niet meewerken met de autoriteiten. Dit zegt hij zelf over zijn vervolging. Hij spreekt tegen dat Telegram een anarchistisch paradijs zou zijn en vindt het onterecht dat hij persoonlijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat er op zijn platform gebeurt. En hij zegt dat er wel degelijk elke dag miljoenen schadelijke berichten en kanalen worden verwijderd. Goed. Hij ligt nu dus in de clinch met de Franse justitie. En ook Brussel houdt Telegram goed in de gaten. Met de nieuwe wet willen zij platforms zelf verantwoordelijk maken voor de inhoud. En dan Moskou. Daar kijken ze met argusogen mee. En plot twist, waar Durov eerst op de vlucht was voor Poetin, krijgt hij nu juist steun uit het Kremlin. Elon Musk is free, Mark Zuckerberg is free, but Pavel Durov is now in prison. Why? Because he's Russian. Heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Telegram speelt een belangrijke rol aan het front. Zowel Russische als Oekraïense militairen gebruiken de app. En vooral voor de Russen zou Telegram cruciaal zijn. Durov wordt door een Russische militaire blogger zelfs spottend het hoofd van de persvoorlichting van het Russische leger genoemd. Waarom? Nou, de Russen hebben geen werkende eigen communicatiedienst. En dus is het leger afhankelijk van Telegram voor het coördineren van fronttroepen. Ook veel pro-Russische bloggers en media gebruiken de app. Poetins grote angst is nu dat door de arrestatie van Durov westerse landen toegang krijgen tot geheime Russische berichten. Now basically they have hostage and they will try to blackmail Russia. They will try to blackmail all the users of Telegram. De vervolging van Durov en de hele kwestie Telegram past in een veel groter vraagstuk. In hoeverre zijn social media platforms verantwoordelijk voor de inhoud? De hele wereld, van Moskou tot Rio en van Brussel tot zo'n beetje het hele internet, kijkt mee. Wordt vervolgd. Dit verhaal, maar Durov dus ook.